Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer wil ik graag een sketch die we bij Scrappen en Beppen deze maand hebben geopend. Dus daar kunnen mensen aan meedoen. Die kunnen de sketch gaan maken en winnen dan een plaatje op de banner van de Facebookgroep. Heel eervol, niks, geen grote prijzen, maar wel altijd heel erg leuk. En de sketch van deze maand is een Z-fold kaart. Ik laat hem je hier zien op een plaatje. En deze wilde ik deze keer als voorbeeld gaan maken met de nieuwe, of in ieder geval niet alleen de nieuwe, maar met de Janine's Mindful Art Collection. En dan met de slimline stans van de Feelings of Freedom. En ik heb hem hier al voorgestanst. Ik heb het solid color paper pad voor de basis gebruikt. Een mooie roze pagina. De opleg heb ik gebruikt uit het paperpad van de Feelings of Freedom. En daar heb ik ook nog van een ATC-standje, die je voor op de kaart uit het voorbeeld ziet, uitgestanst om te gebruiken. En in plaats van het rondje wat daar bovenin te zien is, wil ik graag deze ticketstans gebruiken. En verder weet ik nog niet precies hoe die eruit moet gaan komen zien. Maar ik dacht, als het nou een hele leuke kaart wordt, dan is het misschien leuk om te zien hoe die is gemaakt. En vandaar dat ik de camera nu heb aangezet. En met de camera aan lekker aan de vreubel ga. En dan, nou ja, hoop ik natuurlijk dat het een hele mooie kaart wordt. En dat dit een leuk filmpje wordt om naar te kijken. Ik zet een lekker muziekje voor je aan. Als je het leuk vindt, blijf lekker kijken. En anders... ja, zet lekker door, maar dat hoop ik natuurlijk niet. Tot later, als die klaar is, laat ik hem je nog even uitgebreid aan je zien.
Nou, en dit is hem geworden. Ik vind hem eigenlijk wel heel schattig. Hij is kleiner dan ik had gedacht. Want je begint natuurlijk met zo'n grote slimline kaart. En uiteindelijk, ja, door het vouwen wordt hij natuurlijk half zo groot. En dat had ik niet helemaal beseft. Maar ik vind hem heel erg leuk geworden. Ik heb, zoals Janine altijd doet, nou geprobeerd de randen met gesso te bewerken. Een leuk effect. Ik moet nog een beetje wennen aan daarmee om te gaan. Maar ik vind het zelf wel leuk geworden. Het geeft meteen een beetje een soort romantisch gevoel eraan. Ja, je kunt hem dus op deze manier onder die lip uithalen. Oh ja, jullie hadden misschien wel gezien. Ik had daar een restje papier voor gebruikt. En dat werd helemaal lichtblauw. En het kleurde ook helemaal niet leuk. Meer bij het. Bij het geheel, terwijl ik dacht dat dat wel het geval zou zijn. Maar dus uiteindelijk heb ik een nieuw labeltje uitgestanst. En dan met de kleur die hier aan de achterkant zit. Dat is net een tintje donkerder en dat vond ik wel heel grappig. Je kunt hem dus eruit halen en zo versturen. Dus je kan in een mooi klein envelopje hierachter wat opschrijven. Kan je je kaartje versturen. En zo kan je de ontvanger hem dus mooi neerzetten. Ja, ik vind het wel een geslaagd kaartje. Zometeen laat ik je nog mooie foto's zien. Ik hoop dat je hem leuk vond. Leuk om naar mijn filmpje te kijken en geïnspireerd bent geraakt om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!